zitten aan het begin van 2016, maar de wereldwijde aandelenbeurzen die zijn het jaar eigenlijk nog nooit zo volatiel begonnen als dit jaar. Een belangrijke graadmeter voor de koersen, dat is de aandeel van het bedrijf Apple. En Hendrik Jan Davids van vermogensbeheerder TNE Amaxa, die praat ons bij waarom dit aandeel zo representatief is voor de wereldwijde aandelenbeurzen en wat ons verder nog te wachten staat voor 2016. Hendrik Jan Davids, welkom. Dankjewel. Waarom is het aandeel van het bedrijf Apple zo representatief voor de huidige ontwikkelingen en de verwachting voor de rest van 2016? Nou, voor verschillende redenen eigenlijk. Als eerste is het aandeel Apple staat onder druk in de laatste weken. Dat zien we natuurlijk ook in het bredere aandelenklimaat terug. Dus wij zijn wat terughoudend voor 2016 wat betreft de aandelenbeurzen. Mm-hmm. Apple is daar een goede vertegenwoordiging in eigenlijk. Het aandeel staat de laatste weken, zoals ik zei, flink onder druk. En dat komt omdat een aantal analisten wat angst krijgen over de orders voor de iPhones. Er gaan geruchten dat in Azië de opdrachten voor de fabricage van iPhones worden teruggeschroefd door het bedrijf Apple. En dat drukt natuurlijk de verwachtingen voor het aandeel. Mm-hmm. Met name Azië heb je het over. Als je Azië zegt, dan zeg je ook natuurlijk China. In welke zin spelen de ontwikkelingen in China op de aandelenbeurzen daar een rol in? Ja, met betrekking tot de koers van het Apple-aandeel. Ja, die relatie tussen de beurs in China en de bewegelijkheid daarin in de laatste week. En de orders voor de Apple iPhone, die relatie is niet heel erg sterk. De commotie op de Chinese beurs vindt meer zijn oorzaak in het paniekvoetbal die daar zowel door de particuliere beleggers als ook door de Chinese overheid wordt gespeeld. Mm-hmm. Dus je zegt eigenlijk Apple, dat aandeel, dat staat wel onder druk. Dat heeft eigenlijk niet zoveel te maken met de ontwikkelingen in China. Of tenminste wel de ontwikkelingen in China, maar niet op de beurzen in China. Waarom speelt Azië dan toch een rol in de wat negatieve verwachting voor de koers van het Apple-aandeel? Ja, omdat dat wat er in China gebeurt, en dat hebben we de laatste weken gezien, heeft toch ook altijd een effect op de westerse beurzen. Zelf vinden wij dat effect overdreven is. Als de Chinese beurs 7% omlaag gaat, zegt dat heel weinig over hoe Europese en Amerikaanse bedrijven presteren en hoe onze economie presteert. Maar toch zie je door eigenlijk de internationale verwevenheid en kuddig gedrag van beleggers dat als het regent in China, dan druppelt het ook in het Westen. Mm-hmm. In welk opzicht zijn de verwachtingen van jullie voor 2016 voor de aandelenbeurzen representatief zeg maar, voor het Apple-aandeel? Nou, wat daarin heel belangrijk is, is dat Apple het grootste beursgenoteerde bedrijf is in de wereld. De kaspositie van Apple, dat wat ze gewoon op de spaarrekening hebben staan, is al meer waard dan het hele bedrijf Coca-Cola. Dat is een enorm bedrijf. Mm-hmm. Apple is ook het grootste aandeel binnen de S&P 500, een belangrijke Amerikaanse beursgraadmeter. Apple is het grootste aandeel binnen de wereldaandelenindex. MSCI World heette die index. Mm-hmm. Dus als het bedrijf Apple of de koers van Apple onder druk staat, dan trekt dat als het ware het wereldaandelenklimaat mee omlaag. En dat ziet de particuliere belegger absoluut terug in zijn persoonlijke portefeuille. Ja, en zijn jullie verwachtingen voor 2016 dan ook negatiever omdat het Apple-aandeel onder druk staat? Of zijn jullie gewoon wat negatiever over het Apple-aandeel, omdat de verwachtingen voor de wereldwijde economie voor 2016 wat negatiever zijn? Nou, je zei het aan het begin al goed. Apple is eigenlijk representatief voor het wereldaandelenklimaat. Mm-hmm. Want ook daar zien we dat de koersen onder druk staan. Vanuit een technische analyseperspectief zijn belangrijke steunniveaus doorbroken. Dat een steunniveau is een koersniveau in de grafiek waar je eigenlijk verse vraag naar het aandeel verwacht. Nou, die is er niet. Er is meer aanbod dan vraag op de wereldwijde aandelenmarkten. En dat houdt nog wel even aan. Mm-hmm. Los van dat technische element zien we ook dat de winstgevendheid in de westerse, Amerikaanse en Europese bedrijven wat onder druk staat. Analisten schroeven hun verwachtingen voor de winstgevendheid terug. En dat is per definitie niet goed voor het aandelenklimaat. Nee.
En de winstgevendheid van Apple staat ook onder druk. Dus ja. In die zin is het natuurlijk ook representatief. Ja. Maar ja, markten bieden toch ook altijd kansen, denk ik. Dus welke kansen zie je nog wel voor 2016? Nou, een belangrijke kans waar je als belegger aan vast kan houden is dat aandelen zijn weliswaar duur in absolute zin. En dan kijk je vaak naar de koers-winstverhouding. Hoeveel keer de winst moet ik betalen voor een aandeel? Dat is naar historische maatstaven best duur. Maar druk je dat relatief af ten opzichte van andere beleggingen, denk aan obligaties, dan zijn de aandelenmarkten relatief gezien niet duur. Want als je niet in aandelen belegt, zul je ergens anders in moeten beleggen. En het alternatief, de obligatiemarkt, heeft op dit moment te maken met hele lage rentes. Mm-hmm. Dus ja, aandelen zijn ten opzichte van obligaties dan nog wel aantrekkelijk. Ja. Alleen zijn er nog specifieke sectoren of zo waar jullie zien van nee, dat is toch wat, staat er wat beter voor in 2016 dan andere sectoren of gebieden? Nou, in zijn algemeenheid zijn we terughoudend op de aandelenmarkt voor 2016. Dus we zien geen bovengemiddelde rendementen zoals we misschien in de laatste jaren wel gezien hebben. Als je dan in zo'n omgeving is het inderdaad, wat je zegt, extra zinvol om te kijken, nou, welke sectoren of gedeeltes van de markt moet ik nou wel hebben en welke niet. Nou, dan zou ik kiezen voor die aandelen die een stabiel winstrendement laten zien, minder cyclisch zijn en bijvoorbeeld een wat hoger dividend uitkeren. Ja. Dat zijn de aandelen die denk ik beter blijven liggen als het weer eens gaat stormen op de beurs dan de hele cyclische bedrijven. Ja, en Apple hoort daar niet bij dan, denk ik. Apple is inderdaad een cyclisch bedrijf. Het heeft maar een aantal producten. En als opeens de consument waait van het ene product, Apple, naar een andere fabrikant, een ander product, dan kan het ook heel snel gaan. Want de diversiteit in het productenpakket, palet, is beperkt. Mm-hmm. Hartelijk dank voor deze toelichting. Graag gedaan. Dit was het interview met Hendrik-Jan Davids. Wilt u meer over hem lezen? Kijk dan op boerenbusiness.nl, waar hij ook columns publiceert.